Hey boys, welkom. Dit is hier terug, Tams Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag met een Xarpus guide. Dus zoals jullie zien, Xarpus naast Sotisek is de laatste boss waar dat je een chest hebt en waar dat je items kunt kopen. Dus wat ik meestal doe is, ik koop 1 stamina potion, ik koop 4 restore potions en ik koop 5 brews. Daar kom ik perfect mee toe. Hoe dat Xarpus eigenlijk een beetje werkt nu nog met de range methode. Blowpipe is nog niet genurfd op dit moment. Dus we doen de blowpipe manier. We doen de blowpipe manier. Dus hoe dat Xarpus eigenlijk in het begin werkt is vrij easy. Xarpus spawnt allemaal van die groene dingetjes op de grond dat hem healt en sterker maakt. Dus je gaat gewoon op die dingetjes staan en dat is het eigenlijk. Voor de rest, strak gaat hij omhoog gaan in plek van dat hij gaat zitten. En dan gaat Geest 1 side hit of 1 whip hit doen. Wachten totdat iedereen met zijn Dragon Warhammer heeft gespecialed. En dan gaan we met Bandos Godsword specialen. Dus eerst een side hit. We wachten totdat ze hebben gehit met hun hamer. Nu dat ze dat hebben gedaan, kunnen wij perfect met ons Bandos Godsword doen. Dus hoe dat Nilo een beetje werkt is, ik heb nu, Nilo. Xarpus, die kijkt naar mij, die schiet als zo'n bolletje naar mij en je loopt twee thuis naar de andere kant. Dat is eigenlijk Xarpus. Xarpus is eigenlijk een beetje, ja, een heel makkelijk ding voor Verzik eigenlijk. Dus je blijft hitten met je blowpipe, met je Dragon Darts, Adman Darts, Rune Darts, ik weet niet wat er erin steekt. Als die naar u kijkt, vuurt hij zo'n bolken af en dan loop je gewoon twee thuis naar de andere kant. Dat is alles. Ik ga ook nog een guide maken om dat te doen zoals deze mens doet met side walk. Maar ik ben dat nog aan het leren, dus ik kan dat op dit moment nog niet zeggen hoe dat dan marcheert. Dus rond de 30%, ietsje eronder, gaat Xarpus screechen en dan kun je, ja, slim. Voilà, dus Xarpus is gescreached. En dat je dan doet is naar je melee dingen gaan. Je kunt ook rangen, het maakt niet echt uit. Dus je doet eigenlijk niks als die naar je kijkt. Hij kijkt naar de andere kant en dan kun je met je side hitten. Zo werkt het eigenlijk. Doe best maar gewoon als je een learner zit, 1 hit. Want dat beest kan je gewoon, zoals je nu gewoon net ziet, gewoon KO'en. Je wilt dat niet. Je wilt gewoon afwachten, maakt niet uit. Je tikt gewoon 1 keer. Met blowpipe kun je 2 hits doen. Met side of whip kun je ook 1 hit of 2 hits doen. Maar zorg gewoon dat die, als die naar u kijkt, dat je niet hit. Want dat beest KO die gewoon direct. Oké. Okay? Dus dat doen we nu eigenlijk. Hij kijkt naar mij. Ik loop naar de andere kant. Ik attack 1 keer. En ik loop terug. Voilà, ik kijk nu naar de andere kant. Dus ik kan terug 1 keer attacken. En eigenlijk, ja, dit is Xarpus. Veel is er niet aan uit te leggen eigenlijk. Ik hoop dat ik jullie geholpen heb. En als je het cool vindt wat ik doe, geef mij een likeje. Subscribe op mijn kanaal op YouTube en zo. Dat kan mij alleen maar helpen, iedereen. Dus ja, Xarpus gaat direct 0% zijn en Xarpus is weg. Dit was Xarpus eigenlijk. Meer kan ik niet uitleggen. Merci allemaal om te kijken. En tot de volgende guide. Yo, salutjes.